Ja, het ging zeker moeizaam. Hun gooiden alles lang. Hebben het last mee gehad. Ze hebben een paar lange gasten erin. En dan moet je gewoon die ballen zien te winnen. Al is het de eerste bal, is de tweede bal. Je moest gewoon winnen. Nou, de ene keer ging het goed. En uiteindelijk 3-2 overwinning. Dus daar zijn we heel blij mee. Hoe kan het dat het contrast zo groot was, de tweede helft? Vergeleken met de eerste helft? Ja, ik weet niet. Als we eenmaal die tweede bal hadden, durfden we niet te voetballen. Gingen we mee met hun spel. Ga je automatisch die lange bal spelen. En dan, dan wordt het lastig, weet je. Maar aan de andere kant, hij kan zo weer goed vallen bij die 3-1 als je ziet. En dan gaat het wel prima. Ja, want er was even zeker een opluchting toen die 3-1 viel. Ja, ik kon wel juichen, ja. Mooie goal van Mark de Kruis. En we wisten gewoon dat er heel veel ruimte achter hun verdediging lag. En hun gingen ook door 1-1. En wij hebben snelle aanvallers. Dus we wisten ook wel dat als we met een lange bal konden spelen, dat we daar gewoon genoeg ruimte hebben. Dus met die 3-1, snelheid van Mark, hebben we dat goed benut. Hey, jullie misten vandaag een stuk of, wat zal het zijn, 5-6 spelers. Ja. Hoe vang je dat als ploeg op als je gelijk bijna een half elftal moet vervangen? Ja, kijk, als de jongens geschorst of gebaseerd zijn, zijn ze er niet bij. Dan moet je het gewoon doen met de jongens die je wel hebt. En, ook al is het vandaag wat moeizaam gegaan, we hebben wel laten zien dat we een brede selectie hebben. En dat we gewoon echt voor het kampioenschap willen gaan. Dus ik vind het wel goed gedaan, zeker voor de jonge jongens die erin zijn gekomen. Complimenten. Ja, dan hoor je net na afloop het goede nieuws dat Achillesveen met 2-3 hebt verloren. Ja. Ja, het kan toch bijna niet meer misgaan? Ja, dat zei je net ook al voor het interview. Toen zei ik al van 2 keer winnen zijn we kampioen. Maar zo makkelijk gaat het niet. Volgende week uit tegen Argon. Moeten we die eerst maar zien te winnen en dan kijken we verder. Maar het is wel een lekker resultaat daar. Ja, en volgende week moet Achilles naar Noordwijk. Het is ook geen makkelijke. Ja, maar ik ben benieuwd wat Noordwijk voor elftal gaat opstellen. Want die gaan nog voor de finale districtsbeker. Maar aan de andere kant, die moet ook nog voor promotie willen ze spelen. Dus... eerst zelf onze wedstrijd winnen en dan om 16:30 kijken we wel wat hun hebben gedaan. Dankjewel.